Jokka is een gloednieuwe video. En ook een serie, want ik zat in de vorige Brawl Stars video gezet. Ik ga een Minecraft serie zetten. En kijk eens, tadaa. Voor we deze kist gaan openen, ga even naar buiten. Want dit heb ik... Ik heb de binnenkant gemaakt en voor de rest heb ik niks gezien van de map, hè. Dus we gaan naar buiten. Oké, hier staat ook een kist. Oké. Volgens mij zie ik daar wat. Nou, daar gaan we ook eens even kijken. En dit is dus het safe house. Dit heb ik even in elkaar gerast. Heel snel. Dit heb ik echt heel snel gemaakt. Eerst gaan we het binnen het boekje bekijken. Deze heb ik zelf niet gemaakt. Dus dit is ook voor mij raar. Dat is niks. Oké. Welkom. Dit is het begin van de nieuwe wereld. Er zijn quests die je kan doen voor beloningen. Elke video krijg je er één. Veel plezier. Oké. Dus ik krijg elke video die ik dan heb opgenomen, krijg ik er één. Dus ik denk dat dit de eerste quest is. Ja, helderziende. Er is een verhaal over een man die doden leefde maakte. Hij is helaas overleden en ligt begraven. Quest. Zoek zijn graf en maak de doden tot leven. Oef. Maar, dan denk ik eigenlijk dat aan de overkant dat het is. We gaan erheen. En ik zie gelijk dat het koraalrif is. Super chill. Sugarkiss, maar dit is Birch. En daar is Spruce, zag ik. Dus dan hebben we Birch en Spruce al. Ja, hier is een deur. Oké, misschien is dit het wel. Cool. Oh mijn god, hier is een dode. Graf van de helden. Dit is hem al. What the fridge? Moeten wij hiermee de zombie tot leven maken? Dat doen we het wel hier, want ik ben bang. Ik kan het zelf niet zitten voor mijn weakness. Oké, ik heb het zelf wel. Keur. We moeten hem tot leven wekken en dan... Is het klaar of zo? I don't know. Ik wil hem gevangen houden. Zo. Maar misschien... Dan wordt het een villager. En een villager is altijd chill. Nou, dan maken we alvast de kist open. Een gezichtje met diamond. Oh my god, daar ben ik. De quest bij complete. Okay. Quest complete. Alles wat je hebt gevonden mag je houden. Dan gaan we ook de zombie houden. Zo chill. Gewoon al eten. Ik denk dat het nog wel even gaat duren. We gaan zo meteen even terug. Oké, dus dit mogen we houden wat hier staat. Dat is chill. Nou, we hebben 3 diamonds gekregen al. Nou, dan houden we dit is hoor, wordt niet bij de kust. Dus dit mogen we 100% meenemen. Dus we hebben nu al 3 diamonds. Wow. Alle mandjes. Dat zakt gewoon in. Oké, is die weer... Is die al klaar met bibberen? Nee, nog steeds niet. Dat duurt lang. Nou, we hebben tenminste... We kunnen nu ook een diamond pickaxe maken. Dat is een goed begin. Maar dit zijn allemaal quests die je kan doen met beloningen. Misschien zijn sommige beloningen ook niet zo wat belangrijk. Oh mijn god. Daar moet ik voor passen. Tropische vissen. What? Wow, dit zijn echt voor vissen in het koraalrif. Cool. Nou, we gaan beginnen gewoon. We kunnen onze eerste diamond pickaxe al hebben. Maar dit was ook een quest, hè. Questen kan je goed belonen. Maar dit was wel zo'n makkelijke kist, quest. Haal ik hem maar even uit. Waarschijnlijk wordt dit de kist die steeds wordt gevuld. Nou, als we hier dus AFK's moeten staan, dan moeten we hier naar binnen. En dan kan je... Maar de welkom chest. Ik weet niet of ik kisten mag slopen, dus ik laat het nog even. We beginnen wel even met sproes. Maar ik ga nog geen huis maken, dat doe ik wel later. Zodat we meer spullen en zo hebben. Ik ga tegenwoordig even een tijdje de safe house gewoon gebruiken als huis. Maar volgens mij mag ik er geen dingen in plaatsen, dus dan plaats ik het wel buiten. Maar het is wel leuk om quests te doen. Ik ben geen al te goede bouwer, maar ik leer wel bouwen. Ik ga ook, denk ik, even dingen bouwen. Want dan hoeven jullie mijn slechte bouwskills niet te zien.
Zodat ik een huis heb gebouwd. Nou, ik denk dat jullie niet willen kijken naar hoe ik dingen ga bouwen. Dus ik denk dat ik mijn huis ook wel off-cam ga bouwen. Hé, hey, ik had dus een nieuwe huur 8 moeten hebben. Hij zit daar vast. Zo, we hebben er 9. Oeh, we kunnen hem gelijk herplanten. Chill. Nou, dan gaan we hier... Oké, gaan we even onze... Zo. Crafting table. Sticks. En we hebben geen hout. We hoeven geen pickaxe van hout te maken. We hebben de diamanten pickaxe. Nou, en we hebben ook al 5 broodjes. Oh, we gaan even sugarcane natuurlijk gaan planten. Want we moeten een sugarcane farm gaan maken. Maar dat betekent nu wel dat we al met diamonds kunnen gaan aan de slag. We kunnen nu ook op zin. We kunnen naar de end zo meteen. Nice. De end, de nether. Er kunnen ook nether quests misschien komen dan. Of misschien zijn er ook quests waardoor je een endportal moet maken. Natuurlijk ga ik wel het huisje van de helden zien in de gaten houden. Maar misschien gaat er nog wel iets gebeuren daar. Komt ze dat er bijvoorbeeld wordt overgenomen door de monsters. Dat ze ook cool zijn. Waarom ga ik eigenlijk mijnen zonder toortjes, jongen? Ik heb nog geen... Kom. Wacht eens, bij de helderziende was cool. Wacht, gaan we eerst even een kist maken. We hebben even een kist namelijk. Kunnen we even onze spullen opbergen. Hoi lama. De brood wel, want we hebben wel eten nodig. Wacht, we maken ook gelijk een steenzwaard. Dan kunnen we, als we zombies tegenkomen, ook gelijk vermoorden. Nice. Ik haal zo even mijn settings. Oké. We gaan erheen. Misschien is die nu wel klaar. We moeten toch kool verzamelen. We kunnen net zo goed hierin gaan. Zo, ik zie het huisje weer staan. Daar is ook nog zo. Maar is die open? Oh, het is een librarian! Oh mijn god, we hebben een librarian gevonden. Oh mijn grutendak. Ik heb natuurlijk niet gekomen, maar wat? Een librarian? Wat zal hier beneden dan staan? We moeten het wel waarschijnlijk terugplaatsen, we mogen niet. Oeh. Oh mijn god, dat is een skeletonhoofd. Hoe kom je hier uit? Hallo? Wacht, ik denk dat we dit doen. Dat we dan zo. En dan die weghalen. Ja. Niks gebeurd. Nou, we laten hier achter. Sorry meneer. Veel plezier in je nieuwe huis. Nou. Chill. Gaan we gelijk koren verzamelen. We moeten wel zo snel mogelijk echt doorgaan grinden voor de dingen. Hopelijk zijn quests, sommige quests het wel wat leuker dan deze. Want dit was gewoon een makkelijke quest, zoek het. Maar ik had niet verwacht dat ik dat echt snel zou vinden. Misschien hadden ze hem wel, had hij hem wel beter moeten verstoppen ofzo. Misschien dus wel een quest gaan naar de nether. En kill. Een wither. Widders kunnen toch wel in de nether spawnen? Nee. Maar het was wel een beetje zichtbaar. Eerlijk is eerlijk, je ziet het wel een beetje. Oké, nou. Ik denk wel dat het een leuke serie gaat worden. Oké, we gaan even toortjes maken. Dan kunnen we even wat licht gaan zien. Hopelijk vinden we in deze aflevering nog even diamonds. Diamonds, ik bedoel iron. Dan kunnen we even wat iron tools maken gelijk. Dan hoef ik deze pickaxe niet meer te gebruiken. Zonder van mijn diamond pickaxe dan. Ik
heb het liefst gelijk iron tools, plaats van steen tools. Oh mijn god, we praten erover en we hebben iron. Nice. Oh ja, en ik ga ook wat leuke ideeën aanvragen. Bijvoorbeeld, want ik wil namelijk een item roulette hebben. Dus dan dat je een kist moet vullen met items van de week. Nou, ik denk wel, goed begin is, we hebben 6 iron. We hebben 48, oké, we hebben best wel wat steen al. Nou, dan gaan we het even overmaken. Dan doen we de kool gebruiken in de oven. Dan doen we de kool in de oven. De iron ingot, zo. En dan gaan we naar het safe house. Want dat kan toch niet gesloten worden. Wacht, dan moet ik wel even mijn toes. Even mijn belangrijke seizoen. Misschien ga ik toch wel dood daar. En dat wil ik niet. Dus ik wil wel mijn spullen kwijt. Want dat gaat een keer gebeuren dat ik dood ga. Nou, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken van deze video. Hopelijk vond je het leuk. Dan een dikke vette duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende Minecraft of Brawl Stars. Ik weet niet welke eerst komt. Laters.